Nou, dit is onze nestvideo en de nest doen we echt even goed. Let niet op het deurtje. Oorspronkelijk, als je heel goed inzoomt, Anne, dan zie je het nog. Ja. Staat het logo erop. Maar hij is uitgeleend geweest en toen kreeg ik hem zo geel terug en hij stonk naar kattenpis dat ik hem moest schrobben en is het logo weggevallen. Ik ga het er weer overheen schilderen. Ik ben een schilder in mijn gedeeltelijk professionele wereld. Dus dat ga ik aanpassen. Dus denk niet dat hij nep is. Hij is oorspronkelijk. Dat kun je ook hier zien. Yay. Hij is origineel. Ik vermoed dat dit niet helemaal mijn nest is. Vanwege dit staat nooit schuin. Ah. Maar dat de bewuste mevrouw hem verkocht heeft. Ik wil geen namen noemen, dat is niet netjes. Maar iemand heeft mijn goed geconserveerde Nintendo en ik heb een afdankertje gekregen waarschijnlijk. Die nu wel goed verzorgd wordt. Die nu heel goed verzorgd wordt. Hij werkt. Hij doet het. Ik ga hem retro breiden. Ik ga hem mooi maken. Dit zijn voor jullie informatie waar de controller in gaat. Schroefjes losmaken. Er moet overal zitten schroeven in, want er was een dolle, doorgedraaide schroef. Wil je dit trouwens doen? Heb je hiervoor een schroevendraaier nodig met een kruiskop. Een gewone kruiskop. En wattenstaafjes. Alcohol zonder merk. We hebben het niet eerder genoemd. 96%. Een stukje keukenrol. En een nes, lijkt me wel handig. Een nes. En voor de buitenkant van de nes, die gaat zo meteen nog even in bad. Bij Toppie. En wat Toppie is, wie Toppie is, dat zien we zo wel. Krijg hem los? Ja, met een beetje kracht. Dat kan zeker de eerste keer als je dit gaat doen met je nes, even wat, kan dat wat kracht kosten. Want... Ja. Ik doe dit regelmatig, ik doe dit eens in het half jaar, omdat ik gewoon wil dat ze goed verzorgd worden. Nu hebben we dit recent gedaan, dus ik hoef het nu een half jaar niet meer te doen. Ja, we hebben het, even kijken, in de vorige lockdown, dus dat is zo'n beetje een half jaar geleden. Ja, vrij vroeg in de lockdown was het, ja. Daar zit ook een schroef. Dan merk je vanzelf als de onderkant niet meekomt. Zit die nog eens vast? Ja, maar dan moet je die willen. Een paar beschadiging misschien. Dit kan eraf. Waar dat voor was, weet ik even niet meer hoor. Dit kon je eraf breken. En dan kon je er iets in toevoegen. Maar ik weet niet meer wat. Dat kan ik voor jullie opzoeken. Dat laat ik nog een keer weten. Op ons blog in de beschrijving hier beneden. Ja. En vergeven jullie mij alvast mijn link? Vergeef mij dat alsjeblieft. Ik heb hem niet zo toegetakeld. Hmm. Waarom jullie dat moeten vergeven, zien jullie zometeen als de spellen aan de beurt zijn. Ja, maar ik denk, ik vraag het zelf eens even. Kunnen ze zich mentaal voorbereiden hoe dat ding eruit ziet? Maar alleen de buitenkant. Ja, en ik heb hem niet zo behandeld. Met alle waarheid van de wereld, dat zweer ik op het hoofd van mijn favoriete zangeres, mijn katers. Mijn nes. En Zelda. En Link. Zelda is niet zo heel erg. Maar Linkel. Het was van Linkel. Als van Wolf Link. Op het hoofd van Baby Link. Hero of Time. Kindje Link. Die er in het midden? Voor in het midden zit daar wel in? Niet meer. Ja, daar zit er een in, maar die is los. Dus die komt vanzelf mee zo. Ja, maar die hier. Dat die is los, die zit hierbij. Waar zijn jullie? Daar. Ik heb er blijkbaar nieuwe schroeven ingedraaid. Want je bent compleet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh. Zit iets vast.
de binnenkant. Ook die. Die gaat zo meteen zwemmen. Ja. Daar moeten wij ook nog even wat mee hoor. Oh ja. Deze is kleiner. Ik leg ze los van elkaar, zodat ik ze niet door elkaar haal. Dit zou een kruiskop kunnen, maar een platte schroefdraaier kan dit ook heel goed. We hebben geen kleine kruiskopjes. Nee. Maar net als met dat schoonmaken. Wij gaan straks gaan we... Dingen gaan we en die spellen gaan we schoonmaken met sop, maar ook met het alcohol die ik net filmde. Ja. Kun je ook improviseren en dat gewoon met, weet ik het, Bacardi doen? Ja. Maar dat is minder in procent. Ja. Je kan het heel makkelijk met Bacardi doen. Je kan het met wijn doen, ik raad het je niet aan, maar het kan. Nee, want daar zitten meer andere bestanddelen in. Precies, tenzij het witte wijn is. Dit is een heel klein veersoortje, wat het deurtje bij elkaar houdt. Die zit... Hier nog meer voor de... Het zwarte pijntje wat erop zit. Daar gaat de deur. Kijk, dames en heren. Klopt niet helemaal, hè? En dit is nadat ik hem een bad heb gegeven in chloor. Wat gewerkt heeft, wat hem tot dit kreeg, hoor. Ja. Daarvoor was hij, Anne, was hij daarvoor nog geler? Ja. Precies, zij zo. Nee, ik heb hem ook nog gezien voor zijn bad. Ja. Dus dat kan voor tijdelijk werken. Maar ik ga hem echt nog retro breiden. Maar daar heb ik een paar spullen voor nodig. Die moet ik nog even bestellen en laten komen. Als die er zijn, gaan we jullie dit absoluut laten zien. Dus Rutte, als je dan lockdown van plan bent. Tweede helft november, alsjeblieft. Want dan hebben we de Crown met Gillian Anderson. Je weet wel. Scully. En dan hebben we Age of Calamity. En ik bedoel, als ik toch niks kan doen, dan kunnen we het net zo goed doen. Wat je moet weten voordat je gaat retro breiden, jongens. Dat is heel belangrijk. Die zwarte delen mogen niet... In het bad. Die dingen die op de bovenkant zitten. Die twee. Nu hebben wij... Dit mag in bad. Dat mag in bad. Die mag er ook wel bij. En die mag ook in bad. Ah, dan gaan we de binnenkant. We hadden de beschermende schaal er even af. En we laten eventjes zien welk deel je kunt loshalen en koken. Ja, de 72 pin. Dat hoeft niet nu bij mij. Want dat is echt, dat is in de lockdown gedaan. Ja, en ik denk 72 pin één keer per jaar koken. 72 pin, ja. 72 pinnen zijn nog te kopen, mocht het niet helpen. Bij allekabels.nl kun je 72 pin connectors kopen. Die zullen we in de beschrijving hier beneden neerzetten. Mocht het koken van je 72 pin niet werken. Ik zal ook een filmpje opzoeken waar die... Ik denk dat ik dat bij All Tinkering moet gaan opzoeken. Daar hebben we trouwens ook Toppie van gehad. Ja. Het idee van Toppie. Ja. Maar hij is wel... hij is
Ja, we weten eigenlijk niet waar hij vandaan komt. Nee, dat weet ik ook niet. Want hij zegt nooit iets. Niet. Hij zegt nooit iets in zijn filmpje. Maar, ja, dat is een tekst in zijn filmpje, dat is Engels. Ja. Maar hij laat wel zien wat hij doet. Ja. En als je het over hydrogen peroxide heeft, dat is waterstofperoxide. Dat kun je hier kopen bij de HEMA. Het is dus niet giftig. Ja. Het beschadigt de Nee, het is echt niet giftig. Mensen stouwen het zelfs in hun oor om hun oor schoon te maken. Dus het is echt niet giftig. Ja, maar niet. Nee, ik zou het niet zuipen nemen. Oh. Grapje. Nog één erachter. En daarom zit dit ding erop. Dit is een bescherming. Oh, dat is weer een apart setje. Ah, oh, was je aan deze kant op een handje? Ja, ik zag hem niet. Ook die mag even in het bad. Wie? Dat metalen ding wat je nu loopt. Oh, die horen daarbij. En deze zijn we aan de bovenkant. Daar gaat. Dit is je 72 pin connector. De mijne ziet er, zoals je ziet, goed en gezond uit. We kunnen er eventjes wat alcohol langs halen zometeen. Absoluut. Dat deel kun je koken. Dat laat ik nog een keer zien. Ja. Dit houdt je. In het voorjaar, denk ik. Ja. Dit houdt je je game. Je spel vast. En zo gaat hij open. Ik heb heel veel, met heel veel pijn en moeite. Ik heb dat even gewassen. Dat is ook weer mooi. Ja. Met heel veel pijn en moeite heb ik het moederbord eruit gewipt vorige keer toen ik hem ging koken. En elke vorm van roest en verkleuring weggepoetst. Dus ook dat hoeft nu niet meer. En als je het moederbord. Dat kunnen we misschien volgend jaar wel doen als we de pin weer gaan koken. Als je het moederbord loshaalt, doe hem dan met een zacht borsteltje schoonmaken. Ja. Kijk, de randjes worden nu met alcohol gedaan. Gewoon zodat het er even mee pakt. Even mooi is weer. Wel. Die haal ik later uit. Oepsie. Die komt wel, anders komt die niet. Ik heb nu de 72 pin in. Dit moet je heel voorzichtig doen. Ik pak even mijn linkerhand. Dat is niet iets wat ik normaal doe, maar. Sommigen duwen die pinnen ook weer aan. Maar dat durf ik niet. Jullie zien, mijn 72 pin is schoon. Zelfs de onderkant is helemaal schoon. Omdat hij gewoon al gereinigd was en vrij goed. Oké, dan gaan we de topper eens bij pakken. Dit is een nes. Los, bijna. Ja, dan gaat die eventjes aan de kant. En top is een beetje topzwaar. Ja, top is een beetje onze top is een beetje zielig. Hé, oh, was. Daar hebben we top. Dit is top. Top moet je even een plesje doen. Nee, top is een beetje topzwaar. Dat
Het is één. Deur er ook bij? Ja, deur er ook bij. Deurtje. Doei. Dit is een volledig schone afwasborstel. Die heb ik net van zijn verpakking af. De buitenkant. Nee, hij past er niet helemaal in. Dus salarium gaat hij niet worden. Nee. Maar... om even ja, het zou kunnen, maar... moeilijk. Top past er even op. Ja, want hij ziet toe dat het top gaat. Sorry, all tinkering. We stole an idea, but it's so funny, your doctor. Mocht hij ooit kijken. En dat is trouwens water met shape. Nu ziet alleen de shape niet zo meer. Er zit gewoon een scheutje alles in. Handdoek. Kleine voorbereiding gegeven. Ja, een handdoek. Een handdoek. Ik pak maar 64 even weg. Ja. Pas op voor de alcohol in de... Ja, en je koolzaal. Wat we daarmee bedoelen, Anne, laat hem maar even zien. Dit is mijn oude laptopje. Waar we een tijdje Lincoln op hebben gefilmd, toen... ziet hem even niet. Ja, nee, dan gaan we even naartoe. Heeft iemand Paddy Kelly al gebeld? Because... Even al over een alien. Omdat dit vriendje in reparatie was, en we op een gegeven moment toch verder wilden met Lincoln filmen, hebben we dat daarop geprobeerd. Maar omdat hij al uit 2013 is, en zijn ventilator van binnen niet heel goed meer werkt. En niet we heel goed meer, helemaal niet goed meer. Hebben we daar niet bij kunnen. Hebben wij een externe koeler gekocht. En geloof me jongens, ik zal opzoeken hoe die heet. Weer, staat hier op, maar dat ga ik goed opzoeken. En waar je hem kan kopen. Dit redt je oude laptops. Als je een koeling moet nemen. Maar we hebben hier een handdoek. Ik doe hem even over de koelcel heen. Voor de veiligheid. En dan een beetje uitgedrukt. Pak weer vervolgens. Ik heb wat de handdoek te drogen. Top, blijf even zitten. Pak weer vervolgens even de deur. Alle kleine grut. Pop ook erin. Ja, dan is hij weer lekker schoon, lekker fris. Klaar voor zijn retro bruidsgegaan, dat kan. Ook die gaan wij filmen. Alleen wordt dat in 2 keer. Want je moet even een eind wachten. Ja. Oh, dit doe je netjes. We zitten nu op 18 minuten. Kijk, dit is het rood wat Nintendo gebruikt. Dus dat zal ik moeten mengen. Oh ja. Oh, dat is een... waar bij de ingangen van de consoles of van de controller. Top, je moet toch even gaan liggen. Ja. Top heeft er echt een zin in, geloof ik. Maar zo, dit is namelijk de uitwaseming van jouw nestje. En daar komt heel veel stof in. Als je dat even goed schoonmaakt eens in de zoveel tijd. Dit heb ik overigens niet dit jaar nog gedaan. Echt goed. Nee. Dus dat doen wij nu even. Nee, je kan ook zeggen, je doet het ene... je doet het 2 keer in het jaar en het ene... de ene keer doe je de 72 pin goed. En de andere en de binnenkant. Keer doe je dit echt goed. En de andere keer doe je de buitenkant goed schrobben. Met toppie! Zo. Maar goed dat de koel zal even hebben beschermd. Ja, anders was die minuut nat geweest. Nou, top. Nee, top. Even. Top, zoietjes gaan maken. Een staartje. Nee, het is geen staartje, het is een brandstokje. Oh ja. Huh?
Wij gaan het op weer. Doei toe. Nu gaan we het even goed afdrogen. Heeft föhn nodig dan? Ik denk dat ik het wel gewoon kan afdrogen. Ik wou net zeggen, ik heb een föhnboom. Mag je niet nodig hebben. Dan hebben we de rest van de nest. Moet ik dat ook even gewoon laten drogen, dat ik de spellen er even bij pak? Ja. Nee, dat mag jij niet. Wie sorry, mag dat niet? Ik, deze kleine collega hier. Hey, kleine collega. Wilde onze oude wattenstaafjes opeten. Sabrina. Je lijkt je broer wel. Dan zou ik onze andere kleine collega er even bij halen, want die horen jullie regelmatig. Ja, die moet er ook bij. Oeh. Onze iets minder kleine collega. Onze wat grotere collega, mijn kleine jongetje Salem. Hallo, hey. Kijkers. Hey, Salem. Super sap. Dat is... Waarom wij haar onze kleine collega noemen, is omdat zij steeds op Anne haar werkstoel kruipt. Hey, N64. Oeh, N64, hier ligt een beetje... Precair. Een beetje schoon. Ja, die zou komen draaien. Kijk jongens. De meeste spellen hebben wij niet goed gezien. Snel, snel, snel. Oeh, hebben ze niet gezien hè? Nee. Oeh. Nou, dan gaan deze stapel ook maar even omdraaien. Die zien we wel. Nee, kijk. En oh, hoe is dat? Zelda 1. Het zit in een dustcover. In een stofhoes. Die ga ik overigens kopen. Vergeef me, niet echt, gezien. Echt vergeef me, maar dit is niet mijn werk. Ik heb hem niet zo toegetakeld. Nu zijn deze ook redelijk schoon, want ik heb ze laatst nog gedaan. Ja, laatst. Voor je. Oeh! Oeh, Zelda. Link. Oh, Link. Ja, Link hebben we. Zo, dat gaat hard. Dat gaat heel hard. Stofhoesen zijn geen overbodige luxe. 7 euro bij Wish voor 10. Ik zal de link erop zetten. Want het is wel de moeite waard, een mooie stofhoes. Het helpt je mooie spel. Deze is zelfs uit 1985, Anne, dus hij is nog ouder. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar... Ik neem terug wat ik net zei over ze zullen redelijk schoon zijn. Ja, het gaat steeds beter. Het wordt minder. Dan zou ik hem ook even... Ja, misschien is dat het hele probleem met de graininess. Ik zal jullie dan later het laatste filmpje laten zien dat alles weer werkt. Ja. Ja, het gaat steeds beter. En dat moeten we eventjes wederom met de iPhone filmen. Want we kunnen nog niet de hele oude consoles capturen. Nee, dat kunnen we nog niet mee. Helaas. Daar ben ik mee bezig. Ik heb het besteld. Het ligt thuis. Maar ik had het probleem dat een buurvrouw van mij ziek werd. Ja, ja dan mag je wel zeggen. Die heeft corona gekregen. Dus heeft ze mij gewaarschuwd van meisje, ik zie jou heel graag en ik weet dat ik ga vergeten dat ik ziek ben. Want ze had alleen maar een heel kleine... dat. Ja. Dus het is niet heel ernstig gelukkig. Dus dat is iets van, ja, en dan heb ik zoiets van, het is maar een hoesje. Dan ga ik bij je op bezoek en maak ik je ziek. Dus alsjeblieft meisje, vlucht. Ja. Dus ben ik naar Anne gevlucht. Heel erg. En voor de zekerheid heb ik mezelf maar even gequarantaineerd. Ben ik in quarantaine voor 7 dagen. Dit is dag 5, officieel. Dag 6 dat ik het niet heb gezien. Ja. Ik ben
compleet gezond. Ik heb niks. Dus maak je geen zorgen. Anne is ook niet in gevaar geweest. Nee. Ik heb het er verteld dat wij een besmetting in mijn buurt hadden. En dat ik naar haar kwam. Is dit... Oh, dat is Zelda 1. Nee, Zelda 2. Oh, dat is Link nog steeds. En Link is nu schoon. Nee. Nou, jongen. Dat heb ik ook even. Met hem eindigen we. Vergeet even... Ja, ja, zijn we er klaar voor? 1, 2. Valt mee. Links was er erger aan toe. Waarom jij er dan erger aan toe moet zijn? Ja, we hebben ze niet meer schoongemaakt nadat we ze 72 hebben gekookt. Ja. Dus misschien was het gewoon nog stof en vuil maar uit die, de 72 pin. Die deed het toen jij ging oefenen voor de... Voor je walkthrough. Toen heb je die jongens wel gemaakt omdat die niet goed deed. Ja, maar heel even. Heel kort. En echt even woep woep. Niet zoals ik nu doe. Niet echt geschokt. Dus misschien is hij daarom zo grainy. En inderdaad, ik ben benieuwd wat er straks uit die vriendje komt. Oh, dit trouwens mogen jullie zien. Dit is een Game Genie. Dat is niet, weet je, of je nou speelt of hem. Die is altijd handig. Precies. Ik gebruik hem bij hem alleen als ik heel erg puur speel. Dus ik heb jullie, de walkthrough die jullie online hebben gezien is met cheats en geëmuleerd. Maar dat heb ik jullie ook eerlijk gezegd. En de enige reden dat ik die cheats erop had, was zodat jullie konden zien. 1, 2. Wie is het? Wie is het? Faxane! Oh, dat is Faxane. Doe mijn andere lievelingsspel. De volgende hebben jullie niet gezien. Nee, de volgende vergeten we even. En die daaronder ook. Nee, die valt mee. Nee. Valt heel erg mee. Ik heb overigens alleen Link en een van de vergeten spellen teruggekregen toen ik mijn nest terugkreeg. Deze en ons lieve vriendje hier heb ik terug moeten kopen. Nu had ik een super toffe knulm op Marktplaats. Echt. Jongen, die was zo tof. Mm-hmm. Hij hoorde van mijn verhaal. Ik vertelde het hem van, goh, ik heb maar 35 euro. En ik weet dat die dingen voor 50, 60 gaan. Maar ik heb maar 35 euro. En eigenlijk wil ik hem terug. En toen heb ik het verhaal verteld over hoe ik mijn nest terugkreeg. En hoeveel spellen ik had. 20. Waaronder hun twee. En toen had hij zoiets van, ach, weet je wat, meid. 35 euro inclusief verzendkosten is die voor jou. Maar net als Link, kun je die niet met zwobben nog schoon krijgen? Nee, want ik denk dat het beschadigd is. Ik kan even kijken. Maar ik kan altijd kijken of met goudverf, met goudplastic verf, hij nog mooi te krijgen is. Het is geen vuil. Kijk maar. Het is echt een beschadiging. Het is echt een beschadiging. Kijk, dit is vuil. Ik kan al iets fatsoeneren met groeven hier. Heel.
Ja, het ruikt nou naar alcohol. Het ruikt niet. Kijk, dit haal ik eraf. En zo is hij mij dus teruggegeven. Dat kan toch niet, jongens? Zijn jullie dat met mij eens? Ja, sorry, ik ben Utrechts. Of eigenlijk Heuvelrug, dus wij zeggen Benne. Toch bezig ben met goed schoonmaken. Ja. Normaal wat eyebrows vet. Zo. Nu ga ik een keer kijken of ik speciale verf kan krijgen. Om hem weer gewoon echt even mooi te maken. Nou, ga je maar op de cue passen. En vaccin nu had je klaar, hè? Vaccin dus. Vergeet de controle, vergeet is klaar. Sorry, want ik heb mijn camera er niet op. Ik heb niks. Die was zo nep. Maar ook die moet even schoongemaakt worden. Ja, als we het goed willen doen. Ja. Valt heel erg mee. Een beetje. Gewoon goed om al twee eventjes te doen. Ja. Daarom vermoed ik dat hij in de 72... Ja, die is heel vies. Dat is de tweede die ik heb teruggekregen. Dat is misschien wel gewoon vuil. Ja, dat is gewoon vuil. Dus die gaan we even goed aanpakken. En als Anne hem niet leuk vindt, het volgende spel, ga ik hem verkopen. Dus? Als je hem wil hebben, ben je echt fan. Die zal ik ook wat iets langer laten zien. Laat het even weten in de beschrijving hier beneden, of in de berichten hier beneden of op ons blog. Dan kunnen we erover praten. Vindt Anne hem wel leuk? Want ik vind hem echt niet leuk. Vindt Anne hem wel leuk? Dan is hij voor andere verzameling die zij niet heeft. Maar... Dit spel wil ik niet nemen. Dit is Mega Man 2. Die hadden jullie thuis voor jouw zus, maar... Ja, dit is vuil. Dit is vuil. Oeh, ja. Hier ga ik even wat andere materialen verpakken. Onze top weer? Of, Ja, ik ga top pakken. Oeh, nee, er zit elektronica. Oh ja. Wij pakken wel even een doekje. Top, ik kan wel even op de handdoek zetten. Top is aan piezen, jongens. Of we zetten Top even op een glas. Kan die in een glas piezen. Top, ga je even in een cola glas blazen. Mijn andere verzameling. Ik wil, deze, mocht Anne hem niet leuk vinden, eventueel ook nog wel ruilen voor zeldzame Coca-Cola glazen, hoor. Die spaar ik ook. Nou, wij hebben erbij gepakt een vaatdoek. En als jij nou een nes hebt met een mooie bovenkap, wil ik hem ook wel verruilen. Mag ook voor iemand, mag ook een kapotte nes zijn. Ga ik er lekker spelen. Kijken of ik hem aan de praat kan krijgen, dat vind ik leuk. Dus heeft iemand nog een kapotte nes staan en wil hem kwijt? Hoi, ik ben Jane. Aangenaam. En ik wil hem wel hebben. Hij moet wel alleen origineel gekleurd zijn. Dus je weet wel. Dit kleurtje. Vind ik hem gekleurd. Jonge dame, wat doe jij bij de N64?
Wil wandelen. Zometeen. De poes mag zo wandelen. Even schoonmaken. Kijk, die vlek die herken ik. Die heb ik erin gemaakt omdat ik het een vreselijk spel vond. En ik moest... Major! Volgens mij ga ik de camera even aan jou geven. Ja. En dan ga ik Poes even naar buiten laten, anders gaat ze de spelletjes lopen. Dan lopen wij even... Laten we even andere familieleden zien. Die jullie vast wel een keer gehoord hebben. Oh ja. Dit zijn Coco en Tweety. Dit is Tweety. En dat is Coco. Ik heb een brief. En dat is Anne. Hallo Anne. Ons andere lid. Ons nerd centraal. Kom hier. Doe maar, meisje. Tja. Heeft ze geen zin? Nee, ze ligt onder de tafel. Maar... Doe maar. Handig dat we deze thuisje omheen. Ja. Maar, wij gaan even een interview houden met Top. Hey Top, hoe gaat het met jou? Top is ons laatst toegevoegde lid. Familielid? Zo, allebei de poes eventjes lekker buiten spelen. Zo. Sorry jongens, dat moest even. Hé, hey, jongens. Hachi! Zo. Naar de binnenkant van Mega Man nog eventjes doen. Ik hoop dat jullie gezien hebben hoe die eruit zag. Wel een beetje... En hoe die... Ja, dat is een stuk beter. Dan pakken we weer een padstuifje. Hé, hey, die vang je zo meteen wel. Er zit nog het stof op van de laatste keer dat jij en je zus goede vrienden waren. Hoe oud is mijn nichtje? Wordt 21? Ja, denk het wel. Ik denk ze langer. Zij vertrok uit huis toen ze 18 was. Ze wordt bijna 40. En mijn broer die had toen... had een PC. Ga je toch niet meer op een Nintendo spelen? Maar mocht dan niet eens een Nintendo. Wat tragisch. Vinden jullie dat ook niet tragisch? Laat weten of je dit tragisch vindt. Ik wilde altijd een Game Boy Color. En die heb jij niet. Ja, die hebben wij in ons gezin zitten. Dus, die hebben we nu. En mijn achternichtje had een... Cube. Die heb ik nu ook. Ja, die heb jij. Dat is jouw cube. Het is mijn 64, jouw cube, jouw Wii. Mijn Wii staat thuis. Waarom twee Wii's? Onze switchen. Ja. Oh, kom op. Die neem je ook al met je mee. Toch? Toch? Ja. En als je hem niet hebt, en, hij is de moeite bij. Dat vriendje dat is ook voor jou. Ja, het is niet mijn originele. Daar ben ik nu wel van overtuigd. Ik zag stof. Ik zie meer stof. Dat kan niet. Zo jongens, soms kunnen dingen niet bij mij en dit is er één van. Ik kan er niet zo goed tegen als... als mijn geliefde nest niet mooi is. En dit gaat me dus echt aan mijn hart. Dat mogen jullie best weten. Dit doet mij heel veel pijn dat hij er zo uitziet. Het doet mij vreselijk veel pijn dat die Link er zo aan toe is.
Want dat is wel jouw eigen link. Dat is mijn eigen link, ja. Ja, nou, dat weet ik niet eens zeker meer, hè? Nee, oké. Okay. Maar het is een van de spellen die ik oorspronkelijk had. Yes. Deze herken ik dus de vlek hiervan. Dus dit is mijn eigen Mega Man. Dus die is altijd goed behandeld. Behalve in de tijd dat hij uitgeneemd is. Maar ja, hij is daarna weer goed bij geweest. En jullie zitten aan de lader. Dus ik moet af en toe eventjes de lader erbij. Daar. Ik teken hem schoon. Ja. Oké. Okay. Niet gezien. Nee, helemaal niet. Ah ja, dit is wel die... Van hebben wij niet gezien, zijn dit mijn, is dit mijn favoriete variant. Ik heb hem gisteren nog helemaal uitgespeeld. Hij is heel plakkerig. Dus ik denk dat ik Top even ga vragen om er ook even op te letten. Net op. Vind jij hem ook plakkerig? Ja. Hij heeft geen pieper. Deze heb ik hergekocht. Die had ik wel. Eigenlijk net als alle andere spellen, die had ik wel. Maar waren van me gestolen. Nee, niet gestolen, waren uitgeleend. En waarschijnlijk verkocht. Ja. Want ze konden er maar één vinden. Yeah, most likely story. En hij blijft een beetje plakkerig. Misschien is dat ook wel de bedoeling van dit spel. Ja, ik weet ook niet hoe dat zou kunnen komen. Hij deed het geweldig, dus dat is het niet. Oké. Okay. Van die andere spellenserie waar we niet over praten. Nee, want dat is, daar is niet dit het platform niet voor. Hè? Dat zijn andere platformen voor. Als jullie daar trouwens een walkthrough voor willen, mag. Laat het weten, dan zet ik hem op een andere account. Ik heb ook een privé-account. Ja. En daar mogen jullie allemaal op. Die heet gewoon Jane van Veenendaal. En op jouw Facebook staat een stukje over hoe je... Het begin van Let's Go Pikachu doet. Let's Go Pikachu / Let's Go Eevee, want het is hetzelfde, alleen een andere Pokémon. ik wou net zeggen. Sticker van het spel was in beeld. Funny. En wie gaan we zo als eerste doen? De Game Genie? Of zo? Eerst de Game Genie. Dat hij het zo goed deed in zijn raadsel gisteren. Oeh. Dus misschien moeten we ook maar even kijken of die het beter doet. Dat doen wij offscreen hoor. We zijn een Zelda-blog. Ja, dus wij gaan zo meteen, als we in een ander filmpje het testen van de producten, van doen wij de, dat met Zelda spelen. Spelcomputers gaan doen, dan doen we dat met Zelda. Kijken hoe Majora het doet. Ja, want die was ook zo aan. Heel smerig. Maar ja, dat verwachtte ik ook. Ja. Die heb ik gekocht recent bij Used Products Alpha aan de Rijn. Dude, die hebben een verzameling Nintendo! Huh. Ja. Nou, kijk, het Nintendo mag eens even zien. Ja. Alleen het ja. M-woord niet. Ja, dat is. Oké, vriend. Nu jij. Hij is een beetje beschadigd. Maar dat drukt de pret niet. Dat wil ik nog een keertje repareren met wat kneedbaar plastic. En dan echt goed duwen. Maar dat laat ik mijn baas een keer doen. Van het hoekje in Driebergen. Die moeten wat reclame krijgen. Ja. Net als een beetje ateliertje. Zo heet ons atelier. Ah.
Ook hier weer lekker langs de... Langs alle pinnen. En dat is hier wel nodig. Ja, maar dit is ook het meest gebruikte object. Ja. Deze is trouwens niet licensed bij Nintendo. Dit bedrijf heette Galoop. En Nintendo was niet heel erg blij met hem. Nee. Want mensen die normaal maanden, jaren, eeuwen vastzaten in... Ik noem geen namen, zelden één. Die konden ineens verder. En ja, dan is het spel niet waar ik mee. Het spel is altijd leuk. Kom op, zeg. Hallo. Ik speel het nog 6 keer per jaar, als het even kan. Maar ja, ik heb dus wel zelden spellen, dus dat wordt niet meer 6 keer per jaar. Maar af en toe, vanmiddagje. Ja, die kant is schoon. En hier waar de... Want dit gaat in de... Dit gaat in de 72-pin. Hier gaat de 72-pin van... De spellen in. Kun je daar ook nog iets mee? Ja, dat kan zeker. Dank je. En top. En top ook. Hun zijn ondertussen lekker aan het drogen met een beetje buitenlucht. Heel iets hier aan de binnenkant. Ja, die is er zo. Oké, andere kant. Ik gebruik liever zoveel mogelijk hetzelfde doekje voor alles. Want ik ben erg dol op bomen. Want ze is een boskind. Ja, heuvelrug, dat is bos. Ik kan niet helemaal naar tot het diepste binnendringen, misschien als ik... Ja, nu gaat het beter. Volg mij. Met aangezien we ze toch gaan testen, hebben we misschien wel even een ver nodig. Maar dat komt zo wel even. En, ja, we gaan even wel even filmen hoe we alles erop schroeven. Op dat daar. En dan nu, mijn grote liefde, mijn entree de Nintendo wereld in. Want we hadden vroeger een Atari. Wat zeg je nu hardop? Hey, Rollercoaster Tycoon is tegenwoordig van Atari. Oké, dat zeggen we hem wel hardop. Ik had een Atari. En die brandde door. Nee, echt letterlijk brandde door. Er kwam zo'n vlam uit. Echt, ik overdrijf niet. Zo'n vlam. En dat ding? Ja. Toen had mijn moeder zoiets van, ik geloof dat die het niet meer doet. Joh. Ik weet dat jij een digibeet bent, mam. Ik hou van je, maar... Echt waar? Je weet het. Dus toen heeft ze mijn vader gebeld. Ah, oh, papa. Papa. De Atari is stuk. Die kinderen kunnen nu niet meer spelen. Wat doen we nou? Hij wist nog wel een oude... Of hij wist nog wel een nestje op de kop te tikken. Ik heb geen flauw idee wat het is. Lelijke, grote floppy disks. Maar yeah, misschien is het wel leuk. Ik neem hem wel mee. Dus ik kan hem bij die maat vlakbij mijn winkel. Mijn vader had een supermarkt. Kan ik hem kopen met 2 rare gouden schijven erbij. En een paar iets met een M-woord. Ik weet niet wat het is hoor. Ja, en ik kijk wel even bij de Bart Smit. Ah, dan mogen we zeggen, want die is 4. Ja, bij de Bart Smit. Of die nog meer spelletjes heeft. Ja. Nou, toen hebben wij 8. Toen hadden wij 12 spellen. En de rest hebben wij erbij gekocht. Ja, dan kun je zien. Dat die in de stofhoes zit, kun je heel goed zien.
volgend jaar trouwens, dat is wel een leukje, wordt dit vriendje 35. Dus grote kans dat Breath 2, hou me daar niet op vast, dat weet ik niet zeker. Ik heb geen officiële informatie. Maar dat Breath 2 volgend jaar uitkomt. Die kans is groot omdat die wel volgend jaar is. Het was geen overbodige luxe. Doet iets meer beter. Precies. Daarom ook al is het maar een klein beetje vuil wat je er tussenuit haalt. Hij doet het dan toch weer beter. Zo, nou, nu is alles schoon. En die inmiddels droog. Ja, grotendeels. Ik ga hem nog even iets afdrogen. Dames en heren. Is dat alleen voor je spullen? Nee, dit is een dagje, een ochtendje retro game reparatie. Yeah. Anna, weet je wat je doet? Geef mij even jouw andere vriend. We hebben laatst een paar spellen erbij gekocht. Tweedehand. Ja. Als ik dan toch bezig ben. Die zeggen jullie niet. Minish Cap. Four Swords. Phantom Hourglass. Phantom Hourglass. Nee, we hadden geen andere. Nee. Spirit Tracks moeten we nog. Ja, wij hebben er eentje op de 3. Maar we hebben niks anders zomaar gewoon zo. Wij hebben een kaart. Niet gezien. Zwaar illegaal. Maar als ik toch bezig ben met reinigen, nemen we heel even. Yes, ik hou heel erg veel van je, maar mijn stroom zit er niet. Geweldig verzorgd. Wauw. Echt geweldig verzorgd. Dat is Phantom Hourglass. Super verzorgd. Ja. En daar gaan Dit is van dezelfde. Four Swords en Minish Cap zijn van dezelfde verkoper. Dus inderdaad, super verzorgd. Ja. Zullen we straks de rest maar even reinigen? Die geen Zelda zijn. Ja. Legend of Zelda, waar het allemaal mee begon. Waar het allemaal mee begon, als stagiair. Dan ben je wel een kikker stagiair, by the way. Oké. Als jij eigenhandig als stagiair het bedrijf weet te redden, ben je toch kick-ass? Link, ga jij even op je broertje passen, op je broer passen? Wat is dat? Daar zit ook nog wel. Ja, er zit nog wel wat water in. Dus daarom droog ik het nog even goed af. En ik kan zien dat Woerden hard water heeft. Ja? Er zit hier en daar wat kalkaanslag. Maar dat heb ik er zo uit, want het is nog niet zo heel erg. Ik heb de protective cap heb ik droog. Even voor de zekerheid die. Die gaat weer op. Het is even zoeken, dus ik zet hem nu even zo op. Want ik ga toch eerst even dit bij elkaar zetten weer. Even het dak weer aan elkaar zetten. Wat hebben we daarvoor nodig? Van wat kleine schroefjes.
top kijk nog steeds toe. Eind dan. Ook deze vriendjes. Ja. Waarschijnlijk ook schroefjes die erbij liggen. Ja. Nu is hij goed droog. Goed in de hoekjes. Ja, dat doet me denk ik aan iets anders. Iets met een raam en een piet. Wel goed in die hoekjes. Ja. Ja, ik mag geen piet meer zeggen. Wat ik het nog wel steeds vind. Ook al vinden sommige mensen dat niet. Niet zo. Het kan mij niet schelen of hun het niet vinden. Ik vind dat het nog steeds gewoon die pieten zijn. Hop. Hij gaat niet pieken, denk ik. Dan denk ik dat eerst, goed herinneren aan deze rol moet. Soms is het bij mij trial and error hoor jongens, maar ja, dit is de bovenste, kijk, dit heeft 3 puntjes. Ah ja. En dan heeft hij wel pakking. Waarom die zwarte stukken erbij zitten, vraag het me niet. Voor hem mooi. Maakt hem wel mooi. Kijk, nu blijft hij er ook op liggen. En ga nu niet te veel dwingen, dat is zonde. Gewoon als je voelt dat hij niet meer meegeeft, is dat genoeg. En hij zit alleen aan die kant vast? Ja. Aan de andere kant zit het pinnetje van de deur onder. Daar hoort geen zwart ding op. Nou. Daar doen we eigenlijk. Daar doen we gewoon hetzelfde. Ja. Hé, Duk. Top, Duk. Wil je er goed op doen aan Alfred? Doe de zwarte kapje weer op. Zwarte kapjes. Dan doe je zo weer op. We doen dit er allemaal weer op. En dan is hij weer klaar. Ja. Andere zwarte kapje. Hier zitten er ook 3 op. Dus je kan ze eigenlijk allebei. Maar. En hier doen we eigenlijk hetzelfde. Het is niet zo erg als een Sega Dreamcast. Met zijn schroefjes. Weet je nog? Nee, dat was een... Oh, dat was een PlayStation, ja. Dat was een PlayStation. Verrassing! Nog meer schroefjes! Ja, die willen echt niet dat je hem openmaakt, geloof ik. Nee. Maar ja, zoals die knul hem vond. Maar... Nintendo weet gewoon dat er nog van die dingen gehouden wordt. Er is niet voor niks een mini NES die wij ook hebben. Maar die hoeft niet schoongemaakt te worden. Nee, die kan niet eens open. Weet ik niet. Misschien met een 3-punt. Japan heeft een andere maat schroeven dan wij. Die hebben een 3-puntje. Die zit in de Nintendo Switch. Zitten er een paar 3 punten, dat weet ik zeker.
Nee. Nee, maar dat weet ik zeker, want ik heb er naar gekeken. Het moest ook naar Japan toegestuurd worden toen mijn Joy-Cons kapot waren. Mijn Joy-Cons driften, dat is eigenlijk nooit helemaal opgelost. Maar het is wel minder geworden. En op Semu doen ze het goed. Ja. En je railsen van je, waar je Joy-Cons mee in je Switch klikken. Die zijn kapot, ja. Maar die hadden ze ook toch gemaakt? Als ze toch nieuwe ja, daar hadden ze nieuwe razor in gezet. Nee. Niet geweldig dus. Dit schroefje moet ik zo snel mogelijk vervangen. Want? Daar is het gat van te groot geworden. Ja, laatste schroefje van deze soort. Dan gaan we de deur weer eventjes lekker laten klapperen. Nou, top jongen. Is het goed gegaan? Kwek, kwek. Ja, hij kan niet kwekken. Yay! Hij is er. Zit een deuk in. Ja, dat kan. Dat kan. Want ik zie er hier ook heel licht één, dus hier één. Dat kan. Dat is misschien in de fabriek gebeurd. Hemmer. Hemmers. Maakt hij nu weer goed contact? Ja, hij zit heel mooi. Die zou ik een andere keer echt goed kunnen schoonmaken. Dat ga ik nu even niet doen. Ja, misschien zo nog even. Maar... Welke schroeven? En daarvoor? Deze twee zijn die. Deze is langer. Dit is een specifieke schroef. Ik geloof dat deze allemaal ongeveer dezelfde zijn. En 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 6. Want ik herken deze schroef van hier. Dat is kruiskop. Oh, daar hoeft geen één. Ah. Ik dacht al, er klopt iets niet, maar... Hoe beginnen jij? Ja, dat hij doldraait. Krijg deze de vorige keer er ook niet helemaal in.
Je wacht maar even, Selim. Ik heb chronisch vermoeide schouders, dus ik moet een bepaalde draaicirkel maken. Dus daarom draai ik me steeds terug. Ik boos. Nee. Ik hou van je, maar... Hier zit een pinnetje. Daar houdt hij hem op zijn plek. Dus daarom doe ik die als eerst. Toch ben. Was hij nog een beetje nat aan die kant? Nee, hij was nog een beetje vies. Ah. Als je er toch niet kan ben. Zorg ervoor dat je werkomgeving altijd veilig is. Ja. Even het hele smalle randje. Ja, als we het doen, dan doen we het, maken we hem goed schoon. Hè? Andere kant doe ik zo als ik hem onder ga draaien. Ja. We moeten nog één schroef hebben. Ja. Kan ik Selim zo maar even helpen? Ja, Tweety, lukt het. Top, has weer op. Hij vindt er het zijn van. En toen leek het weer op een nis. Die klikt gewoon. Ja, nou eerst hier. Hier is de andere van die twee. Ah, die moeten daar. Ik dacht al. Waar moeten die? Die zijn dan anders. En vervangen door mijzelf, want ze waren doorgedraaid. Dus ik heb Nintendo gemaild. Nintendo Nederland. Welke soort schroeven ze hadden waren. Dat hebben ze mij gestuurd. Vraag me niet meer welke het waren. Dat wil ik nog wel een keer voor jullie doen hoor, als het nodig is. Dus laat dat in een bericht hier beneden weten. Dan doe ik het nog een keer. Daarmee heb ik ook jouw online abonnement gered. Dus... maakt niet echt heel veel uit, maar ik heb al gezegd, wij doen dit aan half werk. Stop even de knopjes. En dan gaat hij dicht. Dit doen wij met een magnetische schroeven draaien, want dan gaat hij gewoon goed gelijk in. En stop als je weerstand voelt. Thank you.
die zit. Ook deze heb ik blijkbaar vervangen. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar misschien heb ik gewoon een hele set schroeven gekocht destijds en dat vergeten. Nu voel ik weerstand. Ja. En het kan ook zo ineens zijn dat mijn baas hem stiekem gepikt heeft. Je weet wel, de baas van Lea. Ah, ja. Ik heb hem een keer meegenomen omdat ik een dolgedraaide schroef had. Hij heeft hem voor me opengedraaid. Misschien heeft hij hem wel meegepikt toen. En dacht hij, en had hij zoiets van, ik ga liever dat meisje zijn. Ik schroef hem even goed dicht. Dus mocht dat zo zijn, baas van Lea, dank je wel. En dan bedoel ik pikken op de beste manier, hè, mensen. Vast. Dit kan nu dolgedraaide zijn. Dan is het gat gewoon iets te groot. Dan blijft hij altijd heel iets draaien. Maar als hij zit, dan zit hij. Ik ben bijna klaar. Twee schroeven, Kater. Selim, die zit aan het tuigje, zodat hij niet hier voor de grote weg op rent. Maar die kan dus niet zelf naar binnen. En hij is soms na 5 minuten al klaar met buitenspelen. Dus zijn zus daarentegen niet. Die zit nu lekker te chillen. Het zijn ook werkelijk broer en zus. Mocht jullie dat willen weten. En ze zijn geholpen. Want meneer begon rond de leeftijd dat hij geholpen mocht worden. Wel heel erg interesse te krijgen in zijn zusje. Staat hier zelfs indoor use only. Zo, die zit weer. Hallo. Nou, top. Top, dat was top. Doei, top. Dag.